Nou, welkom op ons nieuwe kantoor. Het is verdeeld in twee ruimtes. En dit was het kantoor. 4 dagen geleden ging het bedrijf in vlammen op en met hard werken hebben ze geprobeerd de schrik te verdrijven. We hebben de afgelopen dagen keihard gewerkt en er is een hele positieve vibe om heel snel weer terug te komen. En dat voelt goed en dat gevoel dat overheerst op dit moment. Hebben jullie overwogen om een tent neer te zetten en daarin te gaan werken? Zeker hebben we dat overwogen. Die tent zit ons helemaal in ons DNA. Helaas hebben we maar 1 tent kunnen redden. Die stond aan de achterkant van het pand. En dat was nou net te klein om in te doen. Alle patronen en mallen van de tenten zijn bewaard gebleven. En ze zetten alles op alles om zo snel mogelijk weer tenten te kunnen leveren. We hebben de afgelopen 40 jaar ons best gedaan om iedereen goed op vakantie te kunnen laten gaan met mooie spullen. En dat zullen we ook dit jaar zullen we daar nog keihard ons best voor doen. Om dat snel op te pakken en iedereen van goede spullen te voorzien om een hele mooie vakantie te hebben. We kunnen ons voorstellen, de brand ook u niet in de kou zit. We krijgen heel veel steunbetuigingen. Mensen die hun eigen tent bijvoorbeeld aanbieden van als er een tijdelijke locatie is, dan mag je onze tent lenen en kunnen jullie de showroom alweer weer inrichten. Nou, voor die lieve berichten, maar ook mensen die praktische zaken hebben, organiseren we aankomende zaterdag een bijeenkomst. En dan zullen we vertellen wat er ons is overkomen en welke stappen we al in de toekomst gemaakt hebben en zullen gaan maken. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Over een tijdje staat precies op deze plek een gloednieuwe fabriek.